Voorzitter, de essentie van de democratie is dat de mensen van Nederland bepalen wat er met Nederland gebeurt. Welk beleid we uitvoeren. En daarvoor kunnen we niet met z'n 17 miljoen in de Tweede Kamer vergaderen. Maar hebben we intermediaire organisaties nodig en dat zijn politieke partijen. Die zijn buitengewoon nuttig in een democratie, zeg ik, ook al heb ik er eentje verlaten. Dat... <tacht> En dat je ze dus subsidieert, is ook een buitengewoon uh, nuttige uh, ding. U zou de indruk kunnen hebben dat we hier vandaag een debat voeren, voorzitter. Over het feit dat we een paar miljoen extra subsidie aan de politieke partijen betalen. Dat is het niet eens waard. Want het gaat hier niet om een paar miljoen, het gaat hier om een paar miljard. En laat ik mijzelf nader verklaren: ik kijk naar vak K. Ik kijk naar een minister die verantwoordelijk is voor de ethiek in de um, publieke sector en in de regering als minister van BZK. En ik ken haar ook als iemand die dat ook in haar privéleven altijd zeer serieus genomen heeft. Bij de minste of geringste um, schijn van belangenverstrengeling in de sector schreeuwen wij hier moord en brand. Wij hebben hier debatten gevoerd, sorry mevrouw Ariep dat het uw partijleider was, over een zonnebril van een minister. Over een oplader in de auto, dat was de minister van VWS, of die nou wel uit publieke middelen betaald moest worden of niet. Dat waren uitgaven van 50 of 100 euro. En daar mag u wat van vinden, maar daar hebben politici een antwoord op te geven. En waar zit nu onze grote blinde vlek in het Nederlandse politieke stelsel? Die zit precies in de kern van dit wetsvoorstel. Wie betalen de politieke partijen? en is er sprake van de schijn van belangenverstrengeling. En als een politieke partij giften accepteert van 3 ton. Kijk even richting mevrouw Teunissen. Van een miljoen. Kijk even richting D66. Van 1,2 miljoen. Kijk naar het CDA. Of businessclubs heeft. Ik kijk naar de VVD. Dan kun je de schijn van belangenverstrengeling al bijna niet ontlopen. Want deze mensen die hebben belangen en laat ik helder zijn, een aantal van deze mensen steunt uit ideële motieven deze politieke partijen. Dus laat daar geen misstand over bestaan. Dat, maar de schijn van belangenverstrengeling is er en het is gewoon ronduit verwerpelijk wat van invloeden gekocht wordt. Er is een memo van mij gelekt en dat was niet helemaal mijn bedoeling. Op 12 juni zeg ik maar even met enig understatement. Maar ik heb gemerkt dat meerdere politieke partijen en lobby's zijn om bij de overdracht van bedrijven de zogenaamde bor uit te bereiden. En u zult zeggen: oh, wat een saai onderwerp. En voorzitter, voor u is dat een saai onderwerp, want u heeft geen bedrijf, of tenminste, u heeft geen in uw nevenfunctie staan. Maar als u een ouders hebben en die hebben een mooi huis, nou, dat heeft een huis dat, nou, dat, kost al gauw drie of vier ton en u erft dat. Dan betaalt u op een huis van 4 ton dan betaalt u 70.000 euro erfbelasting als u het enige kind bent. We hebben een belastingvrijstelling van 1 miljoen voor bedrijven, dus als u een bedrijf van die ouders erft van 1 miljoen dan betaalt u nul belasting. Betaalt is het bedrijf meer dan een miljoen waard dan krijgt u 83% belastingvrijstelling. Dus voor elke miljoen meer betaalt u geen 200.000 euro. Maar betaalt hij nog 34.000 euro. Dus u kunt een bedrijf van 2 miljoen krijgen en dan betaalt u 34.000 euro erfbelasting. Rinnie is nog even dat u over de woning van 4 ton die u van uw moeder krijgt veel meer betaalt. Maar dat is nog niet voldoende in dit land. Want je kunt deze belastingvrijstelling twee keer toepassen. Je moet namelijk het bedrijf vijf jaar voortzetten. Dus wat doen mensen die zeggen: weet je wat, als ik nog een beetje op tijd ben. Ben rond de 65. Dan schenk ik het bedrijf aan mijn kind. En dan betaal ik een klein beetje belasting. 83% vrijstelling. Maar na vijf jaar verkoop ik het bedrijf terug aan mijn kind. Van, eh, dan koop ik het bedrijf terug. Waarom je dat zou doen, dat doe je alleen voor belastingmotieven. En even later, als je overlijdt. of vijf jaar later, als je schenkt. dan schenk je het nog een keer. Maar omdat er een schuld is ontstaan bij de ouder. Kun je niet alleen het bedrijf wegschenken, maar ook je hele privévermogen bijna zonder belasting overschenken naar de volgende generaties. Dat noemen fiscalisten dubbel boffen. Het is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Leuke woordgrapjes voor fiscalisten, denkt u? Ja, nou. En dus komen er allerlei mensen die graag aan politieke partijen geven en willen dat dit gehandhaafd blijft of uitgebreid wordt, deze bedrijfsopvolgingsregeling. En ik heb ze gezien bij meerdere partijen. En wat doen we dan? We kijken allemaal in de lucht. Ik heb hier in november een motie ingediend om in ieder geval het dubbel doorgeven van het bedrijf, waarbij je hem dubbel gebruik om mogelijk te maken. En die is tegengehouden door de partijen, waarvan ik toch sterke vermoedens heb dat zij beïnvloed zijn door Schonshoven. En het doet me pijn om dat hier gewoon te vertellen. Want dit is niet hoe het zou moeten gaan. Je zou voor of tegen een wet moeten zijn op basis van wat je vindt. En deze schijn zal volledig uit deze zaal moeten verdwijnen. En ik zal deze motie opnieuw voorleggen na alles wat er gebeurd is, om ervoor te zorgen dat deze bedrijfsopvolgingsregeling niet een leuk speeltje wordt voor heel rijke mensen, terwijl we hier nooit een euro kunnen vinden voor die mensen die hun thermostaat nu op 13 graden moeten hebben omdat ze de gasrekening niet kunnen betalen. Want die kunnen nooit een ton overmaken naar een van de politieke partijen. Die Vissen achter het net. En dan kom je inderdaad bij de atlas van Afgehaakt Nederland. En dan zie je dat giften die wel heel groot zijn, maar relatief beperkt zijn, leiden tot belastingvrijstellingen die honderden miljoenen kosten. En u denkt, nou dat is een uitzondering. Gaat u eens terugkijken in de analen van deze mooie Tweede Kamer. En u zult rond 2016 de Coco-affaire tegenkomen. U zult zien dat ING, namens de Nederlandse banken, rechtstreeks de wetten schreef, waardoor zij een belastingvrijstelling van honderden miljoenen kregen. En dat werd niet naar de Raad van State gestuurd. Dat werd via nota van wijziging gedaan, zodat we geen advies kregen. De regering zei dat het was een technische wijziging. En pas na intensief wobben van het NRC werd duidelijk dat je je wetten kunt veranderen buiten de Kamer om en dat de regering dan kan zeggen dat is een technische wijziging. Is. Dit is de dood van de democratie. Zo moeten we geen geld uitgeven. En daarom is het belangrijk dat wij vandaag kijken op welke wijze je politieke partijen kunt beïnvloeden. En dat is ook belangrijk omdat ik nog steeds niet weet hoe het regeerakkoord tot stand gekomen is. Als ik naar de um, verschillende verkiezingsprogramma's van de politieke partijen kijk, dan zie ik dat het regeerakkoord niet erg lijkt op wat daar staat. En dan zou ik heel graag willen weten wie er met de mensen gesproken hebben in die 300 dagen om te weten hoe zo'n klimaatfonds, hoe zo'n stikstoffonds of hoe een heel aantal andere maatregelen die ik nergens kan vinden in het regeerakkoord terechtkomen. Voorzitter, een tweede punt wat ik graag te bedden wil brengen is een punt in het wetsvoorstel wat het voor afspitsers nog moeilijker maakt. En ik ben een afspitser en dat heeft mij moeite gekost en ik heb zes maanden gewacht om dit hier te vertellen. Maar ik ga het u toch doen. Ik ben een C-Kamerlid. Ik ben geen A-Kamerlid, ik ben geen B-Kamerlid, ik ben een C-Kamerlid. Ik ben uit het CDA getreden om wat ik gezien heb. En om hoe men in het kabinet over mij gesproken heeft. Niet dat ze over mij spreken, dat vind ik niet spannend. Dus dat ze denken dat ik een functie elders moet hebben, zolang ik nee zeg, is dat een nee. Dat ze erover liegen, is wat problematischer. Dat deze mensen tot op de dag van vandaag er niks van gezegd hebben, is eigenlijk onvergeeflijk, want ik moet een van deze mensen dulden als minister van Defensie die ik met staatsgeheim moet vertrouwen, terwijl ze liegt of ze over mij gesproken heeft. Maar ergelijker is dat de kabinetsnotulen lieten zien dat de CDA-ministers spraken over hoe ze mij moesten sensibiliseren in de regering. Een onhoudbare situatie voor mij. En dus ook reden om uit het CDA te stappen. Sinds ik uit het CDA gestapt ben, voorzitter, met 350.000 stemmen, groter dan menig wat kleinere partij hier, heb ik de helft van de spreektijd behalve bij wetsbehandelingen. Dus ik kan het u hier vertellen. De helft van de spreektijd. Mijn coronadabat mag ik twee minuten wat zeggen. Ik kan helemaal geen betoog houden. Ik heb een kwart van de ondersteuning van BBB of de fractie Den Haan die ook afgesplitst is. Ik krijg 130.000 euro voor ondersteuning. Zij krijgen vijf ton. Ja, omdat ik afgesplitst ben. Omdat ik afgesplitst ben, krijg ik een andere regeling hier. En ik heb het hier meerdere keren op de agenda proberen te zetten. Mevrouw van der Plas, voor een interruptie. Ja, dank u wel. Ik snap de frustratie ontzettend goed van de heer Omzicht. Ik uh, zou ook alles willen doen uh, wat in mijn macht ligt om dit anders te laten zijn. Maar ik wil wel even een kleine nuance brengen. BBB en Den Haan worden in één adem genoemd. Maar BBB is natuurlijk niet afgesplitst. We hebben gewoon een zetel behaald. Voor het geval dat mensen dat gaan denken. Dus die nuance wil ik wel graag houden. Dat Wij zijn gewoon een gekozen uh, partij. Dat is waarom wij die financiering hebben. Maar voor de rest, ik steun de heer Van Omtzigt uh, ten volle in zijn uh, betoog. Voorzitter, het was niet de, de, de bedoeling om te denken dat uh, mevrouw Van der Plas ergens van afgesplitst is. Zij is hier gekozen. Uh, en dat is best knap om als nieuwe partij hier binnen te komen. En ze is ook een van de vier Kamerleden die gestemd heeft om dit te veranderen. Dus wat dat betreft, uh, alle uh, credits daar. Ik word geacht de wetten van dit land te controleren. Ik heb daarvoor op dit moment dus anderhalve medewerker om alle wetten door te lezen en te bepalen hoe ik stem. Het kost mij moeite, maar ik zal het u vertellen. Ik kan niet de grondigheid betrachten in de controle van de regering die ik als Kamerlid graag zou betrachten. En er valt hier best iets te controleren. Ik geloof dat ik dat de afgelopen jaren aangetoond heb in deze Kamer. Dat ik daar ook toe in staat ben. Dat ik uiterst goede medewerkers voor bij de CDA-fractie ook een aantal goede collega's. Maar doordat ik hier gedwongen werd om uit te stappen, kan ik mijn ambt als volksvertegenwoordiger niet goed uitoefenen. Anderen mogen tonnen giften aannemen. Ik krijg hier intern niet de ondersteuning die ik nodig heb als Kamerlid, niet de spreektijd. Is dat het enige? Nee hoor. In e-mailprocedures staat onder de e-mailprocedures dat de stemmen van de heer Van Hagen en de heer Omzicht niet meetellen. Het reglement van orde is nu zodanig dat wij niet meetellen als er in commissies gestemd wordt of per e-mail gestemd wordt. Als je geen plaatsvervangend lid of lid daar bent. En die lidmaatschappen worden ons niet gegeven. Dat is dezelfde situatie als een burger die inspreekt. En nu heb ik niks tegen burgers, maar ik ben nu verkozen Kamerlid met 350.000 mensen. En ik kijk de collega's aan of u wilt dat de donoren meer invloed hebben, of dat ik als gekozen Kamerlid meer invloed mag hebben. En Ik zou het fijn vinden, ik heb een brief van het presidium gekregen, dat het niet veranderd wordt, dat u er eens even heel goed over nadenkt, zeg ik tegen de collega's. Want ik wil mijn ambt kunnen uitoefenen. Ik wil getrouw, wat ik hier gezworen heb aan de grondwet, dat ik dat kan doen. Dat ik mijn plichten kan vervullen. En die kan ik op dit moment niet goed vervullen. En dat is de essentie wat er hier gebeurt, voorzitter. Want als je iets doet wat de elite niet leuk vindt, kom je in de problemen. Als je een Kamerlid bent bij GroenLinks en je zegt dat je het leenstelsel wilt handhaven, zien je deel, dan val je er uiteindelijk uit. Als je een Kamerlid bent bij de Partij van de Arbeid dat zegt dat de bezuinigingen tussen 2012 en 2017 erg hard waren, dan val je eruit. Meer te hilkens. Als je een staatssecretaris bent die het niet eens is met het 2G-beleid en uitgelachen wordt, dan word je per smsje ontslagen in dit land. En Als je in de Volt-fractie zit en er komt een persbericht naar buiten, dan ziet u wat er gebeurt. Dan wordt iemand effectief uit de fractie gewerkt, terwijl we niet eens weten wat er aan de hand is. Kamerleden en bewindspersonen zijn eigenlijk werknemers van politieke partijen geworden, terwijl ze zelfstandig af en toe nee zouden moeten zeggen. Niet elke dag en niet tegen elk voorstel en samenwerken. Maar ons politieke stelsel heeft een fundamenteel probleem in de kern. En dat maakt u sterker als u akkoord gaat met dit wetvoorstel, waarbij de ondersteuning aan Asspitsers nog kleiner gemaakt wordt. Want het kan ook u overkomen, zeg ik tegen alle collega's in de zaal. En het is onwenselijk in de Nederlandse democratie. Toch bevat dit wetsvoorstel ook een aantal goede zaken, voorzitter. En daar moet ik in alle eerlijkheid eerlijk in zijn. Het voorliggende wetsvoorstel komt voort uit het advies van 2008 van GRECO, de Raad van Europa. En werkelijk waar, het duurt veertien jaar voordat we een aantal zaken aan het recht zetten zijn. Maar voor u verder gaat, zijn er nog interrupties op het volgende punt. Ik heb niet gezien of mevrouw Van der Plas of de heer Van Balen eerder was. Maar de heer Van Balen, gaat u gang. Ja, voorzitter. Laat ik allereerst beginnen door te zeggen dat wij namens denk het pleidooi van de heer Omtzigt natuurlijk volledig onderschrijven en dat het niet kan. Dat Kamerleden die zich om welke reden dan ook. En bij de heer Omtzigt was, dat een hele ingrijpende reden: een afsplitsen. Beperkt worden in hun ondersteuning en hun spreektijd. Voorzitter, ik moet de vraag toch stellen. Want in 2016 lag dit besluit voor destijds. Om de spreektijd en de ondersteuning van Kamerleden die zich afsplitsen in te perken. En de heer Omtzigt was toen nog onderdeel van de CDA-fractie. En ik zou hem dan toch willen vragen: is: heeft de heer Omtzigt zich destijds? daartegen verzet, was de heer Omtzigt de mening toegedaan dat dat toen ook al niet kon? Of, en ik heb daar natuurlijk begrip voor, is het nu zo dat wat de heer Omtzigt meemaakt, dat de heer Omtzigt dat maakt dat hij nu dat standpunt heeft? Laat onverlet dat we hem erin steunen, dat hij die volle spreektijd moet krijgen, want die mening waren wij altijd al toegedaan. Voorzitter, een volstrekt terechte vraag. Het antwoord is: ik heb besloten om niet uh, letterlijk te gaan citeren over wat we in CDA-fracties gewisseld hebben. Want die fractie is een veilige omgeving. En dan moet je niet achteraf zeggen, ja, nu ik er geen onderdeel meer van uitgemaakt ben. Maar laat ik het u zo zeggen dat het in 2016 ook mijn mening was. En dat ik niet helemaal op mijn mondje gevallen ben, ook in die interne fractiediscussies. Echter, u kunt mij uh, aankijken op mijn stem, en ik heb met mijn stem daarmee ingestemd. Um, ik heb niet afgeweken van uh, de uh, fractiestemming bij die, uh, uh, bij die bepaalde stemming. Heer van Bijlen? Ja, voorzitter, om het even helder te krijgen: dus in 2016 geeft de heer om zich aan. Dat was mijn mening toen ook al ja. dat die uh, beperking niet moest gelden voor afsplitsing. Um, nou, dan zie je hem die consistentie. Ja, ik kon wel leven met enige inperking, zeg ik u erbij, om gewoon even heel zuiver te zijn. Um, tot op dat moment was het zo als je, je afsplitste, en ik, ik, dan geef ik ook maar gewoon de lijn die ik in de fractie gezegd heb. Dat als je afsplitst, je ook de bonus kreeg voor het zijn van een eigen fractie. Namelijk uh, een extra zetelondersteuning die je als kleine fractie hebt. Daar kon ik toen wel mee leven dat die ingeleverd werd. Dat zeg ik in alle eerlijkheid, omdat ik wel snapte dat de Kamer en het algemeen belang niet um, een extra prijs hoefden te betalen voor een afsplitsing binnen een partij. Dus dat, dat was toen uh, ook mijn mening, en, um, uh, dus dat zal betekenen dat afsplitsers nog steeds minder hebben dan een eenpersoonsfractie. Um, maar uh, op die andere punten um, ben ik van mening dat de grondwet niet eens fracties kent, niet eens politieke partijen kent overigens, en dat Kamerleden dus ook moeten opereren. Daar komt iets anders bij, zeg ik u dan maar. Als we met z'n negentienen zijn, betekent dat ook niet dat we met z'n negentienen elk wetsvoorstel hoeven te behandelen. Het kan heel goed zijn. Dat ik, bij een aantal ik was als enige niet aanwezig bij het coronadebat. Sorry, maar 18 mensen kunnen genoeg kritische vragen stellen aan het, bij het coronadebat. Ik denk dat het een goed gebruik zou zijn als we bij grondige wetgeving vijf of zes mensen het echt laten doen en meer tijd besteden aan de voorbereiding dan dat we met z'n negentien constant in elk debat zitten en daar twee of drie interrupties krijgen. En dan is het. ...aan mij wat vaker om aanwezig te zijn. En dan is de VVD bij elk debat aanwezig... ...omdat zij natuurlijk een fractie van meer dan 30 leden hebben. Dus ik bedoel, dat is dan ook afhankelijk van de grootte van de, van de fractie. Mevrouw van der Klas. Dank u wel. Uh, ja, voordat ik mijn vraag stel, wil ik er ook nog iets aan toevoegen. Want er wordt heel vaak gezegd... ...en uh, dat mensen die zich afsplitsen... Zetelhovers zijn en geen recht op die zetel hebben. Um, in het geval van de heer Omzicht en van de heer Van Haga vind ik dat zeer onterecht, want de heer Omzigt zegt zelf al uh, 350.000 stemmen. Um, hij is zelf goed voor vier tot vijf zetels. Hij neemt er eentje mee en laat de rest achter bij het CDA. Dus heer Omtzigt is zeker geen zetel over. Hetzelfde geldt voor de heer Van Haga. En ik vind dat we hier in dit huis daar ook zeer voorzichtig mee moeten zijn om dat woord te noemen. Want dat gaat ook een eigen leven leiden in de maatschappij. Dat gezegd hebbende, is er nog iets raars aan de hand. En dan wil ik eigenlijk aan de heer Omtzigt vragen of hij daarin samen met mij wil optrekken. Want er is in het presidium besloten op de allereerste dag dat ik hier zat, dat het presidium, vanwege dat er zoveel fracties waren, nog maar zou bestaan uit partijen van zes zetels of meer. Dat betekent dat tot en met de Partij voor de Dieren zitten mensen in het presidium. En alle partijen die daaronder zitten, zitten niet in het presidium. Dus ik kan geen voorstel indienen zelf in het presidium. Dan moet ik een buddy zoeken, een andere partij die er wel in zit. Maar ik wil geen buddy zoeken, want ik wil ook gewoon dat wij in het presidium zitten. Wij gewoon, zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Waarom mogen wij daar niet in zitten? Maar dat is bij meerderheid besloten. Op die manier zou je die dingen, zoals de spreektijden en het afsplitsen, daar zou je in het presidium eigenlijk bij terecht moeten. En dan nou wil ik eigenlijk aan de heer Omzicht vragen, ook omdat ik zijn betoog steun, van kunnen we daar samen niet iets in betekenen, eventueel nog met andere partijen aangesloten? Want het is een hele kromme uh, situatie, inderdaad. De heer Omzicht. Nou, ik snap dat ze niet 19 mensen in het presidium willen. Ik ken nog de feedbacks die ik uit het presidium kreeg met ongeveer zes of acht partijen. En ik kan u verzekeren dat als daar 19 zitten, ik zie daar een oud kamervoorzitter besmuikt lachen. Maar die, die kan zich goed herinneren wat er zou gebeuren als 19 mensen met meer dan gemiddelde pit, zeg ik u. Ik zie daar ook een ondervoorzitter die zijn lachen niet kan bedwingen. Bij elkaar gaan zitten. En ik vind, moet ook zeggen dat het presidium op zich best aardig geweest is richting uh, Denk. Dat zij nu een voorzitter van een commissie kunnen leveren. Dus ik zou het wel fijn vinden als één van ons erin mocht zitten. Dus dat één van de kleine partijen één persoon erin heeft zitten. Maar je zit er echt niet op te wachten. Echt niet op te wachten. Dat elke vergadering, dat is precies wat ik hier net betoog, met wetgevingsoverleggen. Dan moeten we ook het presidium geen Poolse landdag maken. Dat maakt het gewoon besluitvorming. Maar als u met het voorstel zou komen, mag er één afgevaardigde. En dan kunnen we het misschien samen met Bijeen. En Denk en, 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 en de heer van, van Haga een aantal dingen die. Van belang zijn voor wat kleinere fracties, dat die daar ook een stem in hebben, dan zou ik dat uh, van harte steunen. Korte vervolgvraag nog van mevrouw Van der Plassen. Ja, nou niet de ver vervolgvraag, maar eigenlijk vind ik dat een heel goed idee als we namens een aantal fracties die nu geen plek hebben in het presidium hè, een soort verbond kunnen maken van dat wij dat, die, dat verbondje zeg maar als uh, lid in het presidium gaat zitten, dan ben ik daar helemaal voor. Dan spreek ik graag over verder met de heer Omzicht. Vervolgt u uw uh, betoog? Ja. En... De collega's die ooit in het presidium gezeten hebben, die hebben mij er heel goed van afgepraat dat je daar enige aspiratie voor moet hebben. Maar die mochten niet op de school klappen waarom dat zo was, maar als ik hun temperament zag wanneer ze terugkwamen uit het presidium, dan heb ik niet de illusie dat het daar gezellig is, voorzitter. Ja. <laughs> de heer Bosma voelt zich kennelijk aangesproken. Ja, er, er zitten vier, vijf uh, leden van het presidium, oud-leden, presidium, oud voorzitter. Uh, en ik, uh, ik mag ook niet uit de school klappen van over hoe het gaat in het presidium. Maar onder mevrouw Riep was het he heel erg gezellig. Het is nu ook ontspannen en gezellig. Dus maakt u zich daar geen zorgen over. En als u met de motie wilt komen om van het presidium een Poolse Landdag uh, te maken, dan zal ik die met belangstelling uh, beoordelen. <laughs> Gaat u verder met uw betoog? Ik probeerde juist met een voorstel te komen waar iedereen een klein beetje mee uit de voeten kan. In plaats van inderdaad in elke commissie 19 mensen te zetten. Um, het voorliggende wetsvoorstel. Voorzitter, daar zitten gewoon een aantal goede elementen in. Um, uh, goede elementen dat um, uh, duidelijker wordt. Dat de neveninstellingen ook onder deze wet vallen. Want tot nu toe kon je een businessclub oprichten, of een foundation oprichten, of wat dan ook oprichten. En dan viel die feitelijk niet onder de transparantie van politieke partijen. Dus nou, dat hebben we in de fiscaliteit vaker. Dan zet je er even lekker iets intransparants tussen. Daar gooi je het geld in. Dan weet je niet wie het er daarin doet, maar je weet wel waar het eruit komt. Nou, dat wordt goed geregeld in dit wetsvoorstel. Wordt goed geregeld in het wetsvoorstel dat je een gift van 50.000 euro per ommegaande moet melden. En dan kunnen we nog even over het woord per ommegaande discussiëren of dat binnen twee weken moet, maar dat vind ik echt wel vooruitgang. Um, ik steun um, de SP in dat het ook voor de lokale politieke partijen zou moeten gelden en de regionale politieke partijen, dus ook de Friese Nationale Partij of de Partij voor het Noorden, dat die ook ondersteuning zouden moeten krijgen. Je hoeft daar niet voor in de Tweede Kamer te zitten. Um, en Ik vraag de regering ook waarom ze die aanbeveling van de commissieveling niet hebben overgenomen. Um, er zit echter één grote omissie in het wetvoorstel en daartoe dien ik op dit moment een amendement en Dat is uh, wat er gemaakt wordt. Want, en hier staat uw fiscaal woordvoerder, uw fiscaal woordvoerder weet hoe je dingen kunt omzeilen. En een van de dingen die je kunt omzeilen is dat dit wetvoorstel elke partij en elke neveninstelling onder het regime brengt, maar niet een holding. En in de fiscaliteit beoordelen we alles op holdingniveau. Wat zit erin? Dus je kunt een partij hebben, laten we iets een feestpartij noemen. Sorry meneer Flemmings, een feestpartij. En een feestpartij heeft een businessclub, heeft een foundation, heeft een um, jongerentak, heeft een wetenschappelijk instituut. Begrijp me niet verkeerd, jongerentak en het wetenschappelijk instituut, die heb je voor een reden in een aparte structuur. Maar je hebt dus een partij, feest, en daaronder zit van alles. En misschien heb je er wel tien businessclubs onder zitten. Maar waarom zou je de tien businessclubs onderzetten? Nou, dat kan ik u wel uitleggen. U kunt in elke businessclubs 4.400 euro schenken. En als u nou in elke businessclub 4.400 euro schenkt, dan komt u in geen enkele businessclub aan de 4.500 euro. Hoeft u niet te melden. En kunt u nog heerlijk onder de verplichtingen uitkomen. Dus ik kom met een amendement die zegt: ik wil dat een partij zegt welke businessclubs. Welke instellingen als een jongerenbeweging geaffilieerd zijn, dat ook op de website zet van: Dit zijn mijn geaffilieerde instellingen, dat is transparant. En dat je kijkt over de hele groep wat krijg je aan giften. En als er ook een maximum ingevoerd wordt, ik ben daar een voorstander van, en ik moet nog even kijken, maar ik zag dat ook uh, de mensen in de commissie zeiden: 50.000 100 of 100.000 euro. Prima, helemaal prima. Um, dan moet dat ook gelden voor het hele gebied, want anders krijg je gewoon dat je tien neveninstellingen in het leven roept en alsnog nog een miljoen kunt incasseren. En ik geloof niet dat dat de bedoeling was. En ik ben ook benieuwd hoe de regering daartegen aankijkt om dit um, uh, rond te maken. Ik ben ook benieuwd welke aanbevelingen van Greco wij nog niet geïmplementeerd hebben, behalve. Um, Dingen. Dat is natuurlijk dat Greco destijds kwam met, um, ik geloof, 600 tot 700 euro als openbaarmaking. Het is nu 4500 euro. Daar zit nogal een gat tussen. Um, ik zou eens willen weten of er ook nog tussenvormen zijn. om te kijken of je geld via een tussenvorm naar het buitenland, naar Nederland kunt overmaken. Dus wat gebeurt er als ik een Turkse of Russische instelling ben en ik wil iets. Uh, uh, met de Nederlandse verkiezingen doen, en ik wil het in ieder geval binnen de wet doen. Mag ik dan als bedrijf, als Russisch bedrijf, ik zeg maar wat, we moeten niet denken dat he, dat als Russisch bedrijf zeggen, nou dan start ik een bedrijf in Nederland, en dat is dan een bedrijf in de Nederlandse BV-structuur, en dan mag ik vanuit die Nederlandse BV iets schenken aan een politieke partij. Is dat dan legaal? En als dat legaal is, vinden wij dat dan wenselijk? En helemaal vinden wij het wenselijk als dat een buitenlandse overheid is. Nou, ik denk dat de vraag stellen een het antwoord geven is. Ik heb nog geen makkelijke manier om dat te verbieden. Daarom ziet u van mij op dit moment nog geen amendement. Maar ik zou het wel heel fijn vinden om dat soort buitenlandse financieringstromen, die we echt niet willen hier met z'n allen, want ik denk dat daar brede overeenstemming zou bestaan, dat we die op een of andere manier onmogelijk zouden moeten maken met dit wetsvoorstel. Interruptie van mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, ik ben blij dat het weer over het wetsvoorstel gaat. Um, uh, en ik zeg tegen de heer Omtzigt, dat is natuurlijk wel heel, heel makkelijk te ondervangen. Dat je namelijk alleen als natuurlijke persoon nog kan geven. En er zijn zat landen die dat doen. Je kan helemaal niet meer als bedrijf geven. Ook niet als je hier een tussenlanding maakt als, uh, als Russische oligarch via uh, een paspoort op Malta en dan uh, op de Zuid als ergens een briefe bezuurt. Dat mag gewoon niet meer. Dat is, dat is inderdaad één manier. En ik uh, sta ook op zich redelijk sympathiek tegenover dat amendement. Maar ik heb een vermoeden dat het dat niet helemaal gaat halen. En dan wil ik wel weten of er nog andere manieren zijn om dat ook um, uh, niet toe te laten tot de Nederlandse politieke partijen. Ja, oké. Okay. Dan... Dus er is een manier. U zei het, ik zie nog geen manier. Er is een manier, namelijk niet toestaan dat bedrijven. Anders dan natuurlijk uh, gewoon met personen uh, uh, partijen sponsoren. Dat zijn namelijk ook degenen die kunnen stemmen. Ja. Um, dan stel ik de vraag op deze manier. Want de heer Omzicht zegt net, ik heb heel veel inzicht in hoe dat werkt bij politieke partijen. He, dat dat tot nu toch een groot deel van zijn betoog geweest. Wat zou nou de reden zijn voor politieke partijen om er tegen te zijn? Om uh, uh, niet door bedrijven meer gefinancierd te worden? Omtzigt? Een gebrek aan middelen bij politieke partijen. En um, um, laten we gewoon even heel eerlijk zijn, wij hebben hier in Nederland, en daarom kom ik ook met hoeveel ondersteuning wij hebben. Doordat wij niet altijd alle wetgeving kunnen controleren zoals we hem zouden willen controleren, dat doen we omdat wij ook per Kamerlid veel minder ondersteuning hebben. En als u naar bijvoorbeeld Duitsland kijkt, dan ziet u ook dat politieke partijen veel meer ondersteuning hebben. En um, ja, uh, een aantal politieke partijen wil toch graag een campagne voeren en wil toch graag uh, onderzoek doen en ja, dus zullen ze zich daarvoor laten spons sponsoren. Maar dat zult u moeten vragen aan de partij die, die, uh, die dat betreft. Mevroid, ja. Oh. ja, voorzitter. Ik vind dat je het moet hebben over principes. Hè? Dus hoe vind je dat de democratie moet werken? En vind je dan dat uh, bedrijven partijen moeten sponsoren? Daarna komt de vraag: wat hebben partijen eigenlijk nodig om hun werk te kunnen doen? En daar kunnen we het over hebben of je een heel duur partijkantoor nodig hebt, of je allemaal een auto met chauffeur moet hebben, of je allemaal zoveel moet verdienen. Maar dat is dan de volgende vraag. Je begint toch eigenlijk bij het principe dat. En eh, nou ja, goed, de SP heeft het duidelijk neergelegd. Alleen nog personen die kunnen stemmen, die kunnen ook geven, eh, want dat is namelijk eh, de democratie. En wat ons betreft minder dan meer. Maar in ieder geval met een, met, een, met een maximum. En dan sluit je dus de bedrijven en hun belangen uit uh, van uh, het uh, sponsor- en lobbynetwerk. wat we nu toch in Nederland goed kennen. Um, ik denk niet dat je helemaal het lobbynetwerk uitsluit. op het moment dat je uh, gewoon persoonlijke giften wel hebt en bedrijfsgiften niet. Ik bedoel ik denk dat een aantal ondernemers. ze dan uit het privévermogen betaalt. en nog steeds dezelfde lobbyactiviteiten zal ontplooien. Dus uh, in alle eerlijkheid, als u denkt dat u daarmee alles oplost. dan. Uh, vermoed ik van niet. Uh, maar ik snap wat u, uh, wat u daarbij zegt. Ja, uh, ik snap wat uh, mevrouw Leijten daar zegt, voorzitter. Dat dat inderdaad een manier is om uh, die invloed minder te maken. Um, ik zie echter uh, de meest belangrijke beperking op dit moment in het amendement wat u, wat u, mevrouw Leijten heeft ingediend en waar variaties van zijn ingediend door GroenLinks, mevrouw Boemet. En ik geloof ook dat de Partij van de Arbeid door in ieder geval te beginnen met een absoluut maximum. Uh, dat betekent, uh, en dat mag wat mij betreft, best wel wat lager zijn in plaats van wat hoger. Ik denk dat je met transparantie best wel wat kunt ondervangen. En als je die transparantie ook effectief vorm gaat geven, dan moeten mensen met naam en toenaam. En dan vraag ik ook aan de minister of er nou fatsoenlijk toezicht gaat zijn. Want wat gaat er met deze wet gebeuren als er een vorm van belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling optreedt? Daar zit natuurlijk het hele probleem. We proberen de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, maar we doen er eigenlijk nooit onderzoek naar of die optreedt. En als die optreedt, dan hebben we geen mechanismes om die te onderzoeken of die optreedt. En ik zou de regering willen uitdagen om aan te geven wanneer je dat wel zou kunnen onderzoeken. Ik ben een beetje door van mijn betoog af nu. Want ik heb het vandaag uit mijn hoofd gedaan. Dat is het andere voordeel van het hele dossier doorlezen, maar niet, niet helemaal kunnen, kunnen uitschrijven uh, dit weekend. Um, ja, voorzitter. Um, dat geheugen zegt de minister dat ik goed geheugen ben, maar ik heb een beetje vals gespeeld, want ik zit natuurlijk al 18 jaar in de Commissie Juridische Zaken van de Raad van Europa en volg Greco al 15 jaar. Dus ik heb die rapporten constant gelezen. En ook constant gekeken wat we er eigenlijk mee zouden uh, moeten en, uh, en kunnen doen. Dus daarom klonk het me was het niet allemaal nieuw wat ik hoefde te lezen deze, deze week. Um, maar daarom wel graag punt voor punt afwerken welke punten we wel en niet van Greco gedaan hebben en welke punten we losgelaten hebben. En ik noemde er dus al eentje, namelijk de lokale politieke partijen, in het uh, rapport van de commissie Veling. Want ik vind dat we daar wel aandacht voor moeten hebben. En voorzitter, als het dan ons lukt om. Um, gezamenlijk ervoor te zorgen dat het niet het grote geld is. Misschien wat Obama deed met een crowdfundingactie. Ja? Om het politieke draagvlak wat groter te krijgen. Om op die manier weer politiek met z'n allen te gaan bedrijven. Dan zouden we het ook misschien meer over idealen hebben en minder over grote bedrijven. En misschien zou dat eigenlijk de grootste winst zijn van deze uh, wet als die wordt aangenomen. Dank u wel.